Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn Rivals openen. En mijn Playpix. Spelers die ik heel graag wil backen is natuurlijk Neymar. Deze MAP. Pepe. Marquinhos. Thiago Silva. En Lala, dat zijn eigenlijk die ik het liefst wil. Die past nog goed in mijn team. Ik ga nu over eerst naar mijn Weekend League Rewards en naar mijn Division Rival Rewards, dus jullie zo. Oké jongens, hier is mijn FUT Champions Rewards. Ik ben goud 1 geëindigd, helemaal prima. Krijg ook nog natuurlijk 2 playpicks voor 50k, 200k packs. Daar komt de eerste, hopelijk op een hele goede speler. Ferrati is wel netjes, 94 rated. Taufer past niet echt in mijn team. Dus ik kies dan voor Verratti. En hopen. Nu gaan we over naar de tweede player pick. Het is. Kijk! Oh! Let's go, Lala! Let's go, die ga ik sowieso kiezen boven Marquinhos. Dus even kijken, Lala is 550k waard. Eens kijken, Marquinhos is 465k. Nee, ik ga sowieso voor Lala, 100%. Hele lekkere playpicks, hartstikke blij mee. Dan gaan we nu over naar mijn 200k packs en de Division Rival Rewards. Oké jongens, hier heb ik ook nog mijn Division Rivals Rewards. Ik ga natuurlijk voor de 2 Ultimate Packs. Ook leuk voor de video. Ik zal me ook gelijk even kwalificeren voor deze Weekend League. Aangezien je Ultimate Team of the Season playpicks kan krijgen. Oké jongens, ik ga eerst naar mijn Ultimate Packs aangezien die een tradable zijn. Dus ik ga gewoon voor de tweede. Kom op, jij. Even een walkoutje alsjeblieft. Het is een walkout, let's go. Hij is blauw, kom op. League 1 speler alsjeblieft. Colombia, dat is CV die wel heel goed is. Hele goede stats. Hartstikke blij met mijn mooie 89 rating voor de Gullet SBC waar ik mee bezig ben. Eens kijken wat er nog achter zit. Het zou natuurlijk leuk zijn, er zit nog een walkoutje onder. Kijk, en nog in de vorm. Die vorms zijn heel duur, dus dat komt heel lekker uit. Dan gaan we nog een keer het ultieme pakketje doen. Ik verwacht dit keer eigenlijk geen walkout, maar het zou wel heel lekker zijn. Dat is het ook niet. Misschien een vorm of zo, of een 85 rating speler. Spaans doelman, Kepa 84. Dat is wel een heel groot verschil als met de vorige pack. Maar ja, we kunnen ook niet altijd geluk hebben. Als we maar in die 100k packs een beetje geluk hebben. Dit is niet een heel best pakketje. Dit kan ik allemaal niet verkopen, dus naar de transfer sturen, dus ik discard ze. Dan over naar 200k packs. Het is geen walkout helaas. Wel in de vorm. Deze is niet heel hoog, neem ik aan. Nee, 75, dat het een discard waren. Wel nog Diego Costa 85. Ik zal even kijken voor hoeveel hij nou echt had. Ja, zie je Discord waar. Dus deze discard ik. Theo Costa gaat nog voor een 15k. Dat is mooi meegenomen. Deze discard ik. Dan stuur ik op naar de club. Misschien nog wat dubbelen. Stuur naar de transferlijst. En hopen nog een beetje op de 1 walkout uit een 100k pakketje. Want ik heb er kaart voor gestreden. En het is ook een walkout. Let's go. Hij is niet blauw. Het is een gouden kaart. Het is een Kroatische center mid Modric. Ah, jammer. Dat is wel erg jammer, maar Rakitic ben ik erg blij mee. Weer een walkoutje. Dus dat is ja, erg mooi. Misschien zit er nog een 84, 85 speler in. Kijk, nog in die vorm. Nog een 84 rated. Kijk, ben ik erg blij mee. Deze zal ook denk ik voor Discord waren gaan. Ja, 12, 13k. Dit stuur op naar de club. En weer nog wat dubbelen. Gaat mooi naar de transferlijst. Oké jongens, dan beëindig ik hier de video. We hebben een Team of the Season gepakt, 89. We hebben Rakitic gepakt. We hebben nog 2 informs gepakt. Ik vind het helemaal geslaagd. Lala natuurlijk. Die lekker in mijn team past. Ik denk dat ik Blank is per se naast zet. Aangezien die ook een hele goede kaart heeft. En iedereen ermee speelt.
Dus ik wil u bedanken voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik u de volgende keer. Laters.